Maar kun jij nog een beetje naar achteren of is dat... Nee, dan val ik eruit. Oké. Okay. Ja, dus we... Is het begonnen? Ja. We kunnen beginnen? We kunnen beginnen, ja. Ja, we hebben in principe het tweede blok nu afgerond. En we zouden dus door kunnen stomen naar het derde blok. Maar we willen nog wat extra oefeningen doen. En dat leek ons een beter idee om die oefeningen tijdens het practica te behandelen. En niet nog meer voorbeelden tijdens het hoorcollege. Dus dan bedachten we ons dat het misschien wel leuk is om eens meta te gaan. Dus in plaats van concreet binnen in een bewijssysteem te opereren. Mm-hmm. Eens even een stapje terug te doen. Of zoals je ons ziet zitten, even erbij gaan zitten. En eens even gaan reflecteren over wat we nu eigenlijk zoal aan het doen zijn. Ja. Nou, één belangrijk aspect is al van wat we aan het doen zijn. Van, en dat is een algemeen meta-overweging over een bewijssysteem. Meta betekent dus over iets. Hè? In plaats van in een bewijssysteem ga je redeneren over het bewijssysteem. Ja. Ja. Nou, het belangrijkste in eerste instantie is... dat wat je kunt afleiden, dat natuurlijk ook waar is. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn, ja. Ja, want stel je zou dingen kunnen afleiden die niet waar zijn. Ja. Wat is dan het nut van je bewijssysteem? Ja, precies, ja. Dat is, ja. Nee, dat is een belangrijk idee. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om dat te vermijden. Dat je dingen kunt afleiden die niet waar zijn. Ja, als je bewijssysteem leeg is. Ja, als je geen axioma's hebt en bewijsregels hebt, dat is heel veilig. Maar yes. daar kun je ook niet zoveel mee. Yes. Dan kun je geen verkeerde dingen doen. Maar je kunt ook geen dingen doen. Nee, je kunt eigenlijk niks doen. Ja. Nou, maar in ons bewijssysteem, dat hebben we al laten zien, kunnen we dus dingen afleiden. En hier... Daar is ook dan wat je net dus de turnstile noemde. Ja. Hè? Of, wat is eigenlijk een Nederlands woord daarvoor? Ja. V-dash. V-dash. Ik weet niet. Nee, dat is... Ik heb geen goed Nederlands woord. Maar laten we dit symbool noemen afleidbaar. Ja, dat is afleidbaar. Ja. En die andere... En dit is dat waar is. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dus heel abstracto. In abstracto zegt, wat wil je laten zien? Dat geldt voor een willekeurig bewijssysteem. Of voor de predicaatlogica, of noem maar op. Dat wat afleidbaar is, dat ook waar is. Dat is een minimum vereiste van een bewijssysteem. En ja, dus dat is metacorrectheid. Dus dat is de correctheid van het bewijssysteem zelf, waarbinnenin we weer correctheidsbeweringen afleiden. Ja. Hè? Het bewijssysteem zelf gaat over correctheid van programma's, maar nu bewijzen we dat het bewijssysteem zelf correct is. Juist. Ja, juist. Dat je geen verkeerde dingen kan afleiden. Ja. Nou, nu hadden we het over Engels, hoe je dat symbool noemt. Ja, dat heet in het Engels deze eigenschap van bewijssysteem soundness. Ja, ja, klinkt goed. Ja, dat klinkt mij altijd zo macrobiologisch. Dat ga je niet vertalen door gezond of zoiets, of gezondheid of zo. Ja. Ik kan me nog wel in Groningen colleges herinneren van Johan van Bentum. Die zat dan ook te worstelen met die... Met die begrippen. Maar die zei dat ook altijd gewoon. Hè. Bijvoorbeeld, dan zeg je ook to satisfy iets. En dan was er een of andere student die zei, ja, hoe kunnen we dit bevredigen? Ja. Kun je dus bepaalde van die Engelse termen kun je dus beter maar niet vertalen. Dus we houden het gewoon bij sound. Of je kunt gewoon zeggen correct. Ja, correct. Correct in sound in het Engels. Ja. Nou ja, je simpel gezegd die bewering, maar hoe leid je, hoe bewijs je zelf zo'n bewering? He, dat willen we willen dat aantonen. Hoe bewijzen we deze meta-bewering? Ja. Maar ja, hebben we daar dan niet een meta-bewijssysteem voor nodig? Zou je kunnen zeggen, maar we doen dat net zo goed als wiskundigen redeneren. Al niet alle bewijzen worden in formele logica's geformaliseerd. Bijvoorbeeld stelling van Pythagoras doe je ook gewoon op je boerenklompen.
zo doen we dat hier ook op onze boerenklampen. Ja. Maar je zou eventueel het kunnen formaliseren. En sterker nog, dat wordt, jij weet alles van, nog meer dan ik. In ieder geval, je hebt een concrete vingeroefening in. Ja. Om bewijssystemen ook inderdaad formeel te verifiëren of in die zin te laten zien dat ze correct zijn. Ja. Ja. Daar worden in zekere zin ook dezelfde tools gebruikt, theorem proving tools, die je gebruikt voor verifiëren van programma correctheid zelf. Juist. Ja, wat je zou dan ook jezelf kunnen afvragen, kan ik een computerprogramma schrijven met als input zo'n correctheidsbewering? En dat het computerprogramma dan zegt, deze correctheidsbewering is waar, is bewijsbaar. Ja. Dus dat is echt dat je op zoek gaat naar, kan ik dit automatiseren of kan ik dit automatiseren? Ja. Of kan ik, als ik bijvoorbeeld een afleiding heb gegeven en dat coderen in een computer, kan ik dan de computer laten controleren of die afleiding klopt? Ja. Nou, en dan op die manier, als je dus het bewijssysteem zelf programmeert in een computer, dan kun je afvragen, is dat computerprogramma dan correct? En zo kan je dus die metatheoretische uitspraak zelf weer verifiëren. Ja. Door het als een computerprogramma te beschouwen. Ja. Maar we gaan dat nou even op onze boerenklompen met gezond verstand bekijken. Want de interessante vraag is, hoe doe je dat? Hoe bewijs je in ons geval dat een willekeurige afleidbare correctheidsspecificatie inderdaad ook correct is? Ja. Want het probleem is natuurlijk, je kunt niet alle afleidingen bij langs gaan. Want je doet hier een bewering over alle mogelijke afleidingen. Ja, dit is schematisch. P staat voor een willekeurige formule, assertie. S staat voor een willekeurig programma. Ja. En Q staat voor een willekeurige assertie. Ja. Dus eigenlijk staat hier, alle conclusies van alle afleidingen zijn waar. Ja. Dat staat er. Ja. Nou ja, dat kun je natuurlijk niet checken voor alle afleidingen. Je kunt niet alle afleidingen bij langs. Je kunt ze wel systematisch opsommen, maar je kunt ze nooit allemaal checken. Dus je hebt daar je moet daar een bewijsprincipe voor hebben. Ja. Nou, het bewijsprincipe hier, dat is eigenlijk is dat het toverstafje überhaupt voor dit soort beweringen is altijd inductie. Ja. Maar het is niet een standaard inductie, hè? Het is, niet standaard inductie over getallen. Hè? Hmm. Als je iets wil bewijzen over alle getallen, dan bewijs je het voor 0 en dan neem je het aan dat het voor n geldt. En dan moet je kunnen aantonen dat het voor n plus 1 geldt en daarmee heb je bewezen dat het voor alle getallen geldt. Ja, en dan als we hebben hier geen getallen staan. Nee. Dus je zou het nog allemaal kunnen coderen in getallen en dan inductie over getallen kunnen doen, maar dat is heel veel werk. Ja, maar dan ga je het heel formeel in getaltheorie coderen. Ja. Maar er speelt wel een kwantitatief getalsmatig aspect in. Namelijk, je kunt de inductie doen naar de lengte van de afleiding. Ja, dus de lengte van de afleiding, dit is afleidbaar. Ja. Dus dan kun je je voorstellen, er zit zo'n heel bewijsboom zit daarop. Ja. En wat is dan de lengte? Hoe kan ik dat dan zien van dat bewijsboom? Nou ja, dat kun je ook weer op verschillende manieren meten. Ja. Je kunt natuurlijk het aantal knopen in een bewijsboom. Je kunt in termen van proof outlines kun je het aantal assertie's of toepassingen van regels. Er zijn verschillende manieren. Maar de meeste, denk ik, abstracto, dat ook abstraheert van verschillende formaten, bijvoorbeeld of je een boom hebt of een lijst of zo, mm-hmm. is gewoon het aantal toepassingen van regels. Ja. Ja. Dus je kunt wat je kunt doen, is proberen dit te lijf te gaan, dit te bewijzen met inductie naar de lengte van de afleiding, waarbij de lengte van de afleiding gemeten wordt in het aantal regels dat je hebt toegepast. Ja. Nou ja, dan bewijs je dus voor de kortste afleidingen. Ja, dat zijn de axioma's. Dat zijn de axioma's. Ja. Dus dan moeten we gewoon checken of alle axioma's waar zijn. Ja.
Nou, dan nemen we een inductiehypothese. Dan gaan we ervan uit dat alle bewijzen met maximaal n toepassen van regels. Dan moeten we dan laten zien dat dan ook alle afleidingen met n plus 1. Dus wat je gaat doen, dan kijk je naar een n plus 1 afleiding. En dan kijk je naar alle mogelijke regels die je toegepast hebt. Nou, dan weet je dat voor die premissen van die regel, die moeten natuurlijk met een korter aantal n. Dus dan kun je daar de inductiehypothese voor toepassen, dat de premissen waar zijn. Dus dan moet je bewijzen dat dan de conclusie waar is. Ja. Dus dat betekent, als je even doordenkt, dat betekent dat eigenlijk die hele notie van lengte, inductie naar de lengte van de afleiding, helemaal reduceert tot bewijzen dat de axioma's waar zijn, individueel. Mm-hmm. En vervolgens bewijzen dat voor elke regel, je kijkt gewoon naar elke regel, dat als de premissen waar zijn, dat dan de conclusie waar is. Ja. Als je, en dat is voldoende om daarna dat hele inductiebewijs... Ja, want als je dat hebt laten zien, dan kun je heel eenvoudig, dat is eigenlijk triviaal, met inductie naar de lengte van de afleiding, bewijzen dat alles wat je kunt afleiden waar is. Dus dat is het hele eiereneten, bewijzen dat de axioma's waar zijn en bewijzen dat als de premissen waar zijn van elke regel, dat als de premissen waar zijn, dat dan een conclusie waar is. En dat staat hier, dus alle axioma's moet je checken en laten zien dat de bewijsregels, wat ik hier noem, waarheid behouden. Ja. Dus als de premissen waar zijn, dan een conclusie waar. Dat gaan we lekker niet doen. Nee. Nou, misschien kunnen de studenten dat zelf doen. Nou ja, we hebben dat tijdens de introductie van de regels, heb ik dat wel geprobeerd om dat informeel te laten zien. Bij elke regel zo van, waarom klopt het? En eigenlijk is het nogal wie dus, want neem maar aan dat de premissen waar zijn, dan kun je inderdaad inzien dat op basis van de structuur van die regel die conclusie waar is. Ja. Maar als je dit zou willen formaliseren, bijvoorbeeld in een theorem proven, zoals jij ook gedaan hebt, voor een bepaalde taal, ja, dan moet je natuurlijk ook de notie van waarheid, het ging hier om, dat waarheidssymbool, dat moet je formaliseren. Ja. Kijk, die afleidbaarheid, dat kun je als een formele notie wel definiëren, maar wil je die notie van waarheid formaliseren, ja, dan moet je ook de semantiek van zo'n statement formaliseren. Ja, ja, en wat dus typisch is om een typische metataal waarin je dit kan formaliseren, is bijvoorbeeld verzamelingen leren. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld de semantiek van een programma zien als een relatie, een formele relatie tussen toestanden. En dan kan je zeggen, oké, wat betekent dan waarheid? Dat is de verzameling van toestanden waarin P waar is, staan in relatie tot, de relatie die geïnduceerd wordt door het programma S, tot een andere verzameling van toestanden, en voor al die verzamelingen moet Q gelden. Ja. Maar daar staat in het boek ook meer over, hè, hoe dit geformaliseerd kan worden. Maar dat is wel een interessante, misschien moeten we dat nou niet... Maar dat komen we zo meteen nog op terug. Laten we wel daarvoor. Hoe je namelijk, wat jij introduceert, die notie van de semantiek van zo'n statement als een binaire relatie op de verzameling van toestanden. En dan moet je wel ook, ga je even uit van een formalisatie van de notie van een toestand. Maar dat is simpel, want een toestand is niets anders als in ons geval een functie van variabelen. Naar waarde. Nou, dan hebben we twee tal variabelen. Simpele variabelen. X die wordt gemapt naar een integer of een boolean. Ja, en een array wordt gewoon naar een functie gemapt. Ja. En dat is dus een toestand. En dan, de semantiek is dan een verzameling van dat soort, input-output paren. Ja. En dat maakt de relatie, inderdaad. Ja. Ja. Maar... dit is een notie van semantiek die volstaat om soundness van partiële correctheid te bewijzen. Want deze semantiek abstraheert, daarin zie je niets van
Ja, dat is een interessante vraag. Zie je daar terminatie of niet? Voor onze taal. Ja, ja, dus wat kun je je afvragen? Stel, ik heb een programma S. En dat programma S, dat termineert niet voor alle toestanden waarin P geldt bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb een willekeurige toestand waarin P geldt. En dan weet ik dat als ik S uitvoer, S nooit termineert. Ja, hoe zie je dat? Hoe staat dat dan in die relatie? Tot welke toestanden staat de begintoestand waar P dan geldt in relatie? Nou, en wat in partiële correctheid dan is dat er dan geen eindtoestand is. Dus ja. Er staat de begintoestand staat niet in relatie tot een eindtoestand. Ja, met andere woorden, als een programma voor partiële correctheid, voor onze simpele taal, als een programma niet termineert in een gegeven begintoestand, dan is er voor die begintoestand dus geen input-output paar in de semantiek. Maar dat werkt in ons geval, want dan weten we ook dat het programma niet termineert, omdat onze programmataal deterministisch is. Zou die in een niet-deterministische taal, kan het natuurlijk nog best, hoeft dat niet zo te zijn, kan er best een niet-terminerende berekening zijn van de statement vanuit de begintoestand, maar dan kunnen er wel andere terminerende berekeningen. Ja. Dus dan kun je voor één begintoestand zijn er verschillende input-output paren in die semantiek. Ja, dus determinisme hier, de betekenis daarvan is een eigenschap van de relatie. Een relatie is deterministisch als voor elke begintoestand hooguit één eindtoestand bestaat. En niet-determinisme wil zeggen er bestaat een begintoestand waarvoor er mogelijk meerdere eindtoestanden zijn. Ja. Ja, dat is determinisme, niet determinisme vertaald in input-output. Ja, ja, maar je kunt in het heel losjes algemeen kunnen zeggen dat er meerdere berekeningen zijn. Dus. Maar we hebben if then else en while, dat zijn allemaal deterministische controlestructuren. We hebben bijvoorbeeld geen de meest eenvoudige uitbreiding van deze taal met niet-determinisme zou zijn een random assignment. Dat je zegt bijvoorbeeld dat x wordt vraagteken. En de executie betekent van dat je een willekeurige integer waarde toekent aan die variabele x. Ja. Dan heb je een begintoestand. Als begintoestand bijvoorbeeld neem een willekeurige toestand. Ja. En wat is dan zijn eindtoestand? Nou, voor elke wel, oneindig veel. Oneindig veel. Voor elke waarde die je kunt bedenken, kan je x tot die waarde zetten ten opzichte van de begintoestand. Ja. Nou, en dan krijg je dus meerdere eindtoestanden. Ja. Ja. Ja, en dan kan het dus heel goed zijn dat je voor een begintoestand verschillende eindtoestanden hebt, maar tevens voor die begintoestand ook een oneindige berekening. Ja. En dat zie je dus niet af aan die semantiek. Ja. Maar dus voor onze beperkte taal volstaat zo'n input-output semantiek wel. Omdat we gewoon voor terminatie kunnen we dan zeggen van als P waar is in een toestand, dan moet er voor die toestand een input-output paar in de semantiek van S zijn. Ja, ja. Omdat onze taal deterministisch is. Ja. Maar dat werkt niet voor een niet-deterministische taal. Ja. Dus bijvoorbeeld zou je onze taal uitbreiden met zo'n random assignment, dan werkt zo'n definitie van totale correctheid niet. En dan moet je eigenlijk een apart symbool introduceren. Bijvoorbeeld divergence, dan zeg je dat voor dan zeg je expliciet voor deze begintoestand heb je niet al mogelijke eindtoestanden, maar ook geef je weer met een apart symbool divergence, dat ding de mogelijkheid heeft, die statement om te divergeren, dus niet te termineren. Ja, dus dan wordt dan de betekenis van het programma wordt dan uitgebreid. Het is niet meer een relatie tussen toestanden, nee. Maar het is een relatie tussen toestanden of een speciaal symbool om de divergentie te markeren. Wat meestal gedaan wordt is dan dat je breidt eigenlijk je verzameling van toestanden uit met een speciaal symbool. En dat symbool staat dan voor in dit geval niet terminatie. Maar een ander aspect is, wat wij helemaal van geabstraheerd hebben tot nu toe, en waarschijnlijk ook überhaupt niet gaan behandelen,
Maar wat wel essentieel is in programmacorrectheid en ook in de praktijk is abnormale terminatie. Ja, ja, failures. Failures. Ja, fouten. Ja, fouten. Falen. Ja, we hebben het nou over semantiek, waarbij we stellen van, dat zijn paren van input-output. Dus de output state is het resultaat van een normaal terminerend programma. Maar we weten dat programma's ook kunnen falen. Een exception in Java kunnen genereren, dus abnormaal termineren. Ja, bijvoorbeeld delen door nul. Ja. Ja. Nou, in onze input-output semantiek zie je dat ook niet. En je zou ook net zo goed als wij deze input-output semantiek in het geval van niet-deterministische talen, moeten we die uitbreiden met een apart symbool voor divergence. Maar als we bijvoorbeeld nu weer teruggaan naar onze deterministische taal en naar partiële correctheid kijken, en we zouden bijvoorbeeld willen observeren, ook willen meenemen dat het programma faalt. Ja. En dus nu hebben we een andere semantiek. Nu zeggen we, als die statement S uitgevoerd wordt in begintoestand bij P geldt, dan moet die normaal termineren. Hij mag wel divergeren, dat is goed, maar hij mag niet falen. Ja. Dus divergeren mag, dat is verder prima, maar hij mag niet falen. Ja. Dus om het concreet te houden, bijvoorbeeld, stel we zouden zeggen, we hebben een interieur expressie en daarin probeer je te delen door nul, dan resulteert dat in een faaltoestand, een speciale toestand die we dan falen noemen. En dan interpreteren we dan de partiële correctheid op zo'n manier dat dat aangeeft, het moet normaal termineren of het divergeert. Ja. Maar in ieder geval komt die fout, delen door nul, niet voor. Ja. Kort gezegd, hij mag niet falen. Ja. En als hij gewoon termineert, hij mag vanuit de preconditie P niet falen. En als hij normaal termineert, dan moet Q gelden. Nou, ook als je die, als je dan die... Met dit heet trouwens ook wel strong partial correctness, hè? Ja. Ja, dat is tenminste in de literatuur zo genoemd. Ja. Nou ja, daar gaan we allemaal niet op in, maar ook daar zou je dan, zou je dat observeerbaar moeten maken in de semantiek, door bijvoorbeeld een aparte toestand, zeg failure, mee te nemen. En dan heb je dus niet alleen maar input-output paren van toestanden, maar dan heb je ook vanuit een begintoestand. Want nu kun je ook niet doen, natuurlijk. Want als ik gewoon weer onze input-output semantiek neem, dan kan vanuit een begintoestand, als hij ofwel faalt ofwel divergeert, zou er geen eindtoestand zijn. Ja. En dan kun je dus niet onderscheiden wat het geval is. Ja. Of hij nou faalt of hij divergeert. Nou, om uit te sluiten, om dat te onderscheiden, kunnen we een faaltoestand, failure, introduceren. Dus als een statement faalt vanuit een begintoestand, geven we dat aan door die state als input te nemen, als eerste paar, en het tweede element is dan een speciaal symbool, failure. En dan zeggen we van, verwillige begintoestand waarin P geldt, mag er niet zo'n faaltoestand in voorkomen. En als er zo'n echte toestand voorkomt in een paar, dan moet Q voorkomen. Q-waar zijn daarvoor. Ja, Q-waar zijn. Ja. Ja. Ja, dus wat dit eigenlijk al aangeeft is, we hebben nogal veel keuze in wat deze wat de waarheid is. We hebben zoal al drie interpretaties. Ja, van partial correctness, strong partial correctness en total correctness. Ja. En op basis dus partial correctness en total correctness hebben we nu behandeld. En failure gaan we niet behandelen, maar dat is toch wel goed om te noemen. Ja. Dus de vraag, is mijn bewijssysteem sound? Is dus wel afhankelijk van welke interpretatie je kiest. Ja, ja. Ja, en daarmee natuurlijk ook van het bewijssysteem. Want hoe je de interpretatie kiest, dat vereist natuurlijk aparte bewijsregels. Als we willen uitsluiten dat een statement faalt, dan moeten we bijvoorbeeld de assignment axioma, die gold zowel voor partiële als voor totale correctheid. Maar die geldt nou niet meer voor de strong partial correctness. Ja, als je bijvoorbeeld delen door nul. Als je x wordt 1 gedeeld door 0 uitvoert, dan
dan kun je, ja, wij doen, wij zeggen, ja, wat wij doen in het boek ook, we zeggen, we substitueren gewoon in de postconditie x door 1 gedeeld, door de term 1 gedeeld door 0. En wat is de betekenis van 1 gedeeld door 0? Nou, dus in het boek zeggen we ook, ja, dat heeft een willekeurige waarde. En welke waarde, dat kennen we niet. Ja. Dus daar kunnen we ook niet echt over redeneren. Je kunt niet zeggen 1 gedeeld door 0 is 3. Je kunt niet zeggen 1 gedeeld door 0 is 1. Dat weet je allemaal niet. Maar bijvoorbeeld een uitspraak zoals er bestaat een x, zodat 1 gedeeld door 0 gelijk is aan x. Dat is waar. Dat is wel waar, ja. Nee, dat is maar waar. Je weet dat er een getal bestaat, ja. X, maar ja. Je weet nooit precies welke waarde die x dan heeft. Nee, je weet het in het geheel niet. Het heeft een vaste waarde, maar het is ons niet gegeven om te weten welke waarde dat is. Maar dat is, dit is trouwens nog een hele, nou ja, voor mij soms eigenlijk af en toe wel een beetje een, nou, ik zou niet direct zeggen, je beerput, maar het nou ja, omdat er zijn hele artikelen over geschreven, weet je ook. We zijn bezig met zo'n artikel waarin dit ook een rol speelt, die ongedefinieerd zijn van expressies. Ja. En dus wij in het boek, we zeggen van, nou ja, dat heeft een willekeurige waarde. Maar ja, daarmee... nou ja, dan is nog steeds wel de vraag hoe je dan in die context dan strong partial correctness definieert. Ja. Maar oké, daar gaan we niet op in. Maar er zijn ook andere aanpassingen die zeggen van oké, ja, 1 gedeeld door 0 is gewoon ongedefinieerd. En dan heb je een derde waarheidswaarde, niet alleen true en false, maar ook ongedefinieerd. Ja. Maar dat bedoel ik met beerput, dat is... hoe definieer je dan, als iets waar is en iets is ongedefinieerd, is het dan waar of onwaar? Ongedefinieerd. Ja, dus de betekenis dan ook van de logische connectieven, die moet je dan ook allemaal opnieuw gaan bedenken. Dus je moet de hele propositielogica op de schop gooien. Ja. Dus het lijkt een hele kleine toevoeging, maar het is heel disruptief en invasief. Het gooit de hele boel overhoop. Ja. Daarom ook dat we in dit boek gekozen hebben, gewoon als een expressie ongedefinieerd is, 1 gedeeld door 0, dan heeft het gewoon een willekeurige waarde. Ja. Ja. Ja, en dan heb je trouwens nog een vraag daarover. Want hoe komt dit tot stand, hè, soundness? Bijvoorbeeld stel, ik bedenk mijn eigen programmeertaal. En ik vraag me dan af, oké, wat zou nou een bewijssysteem zijn om de correctheid van mijn eigen bedachte programmeertaal te kunnen bewijzen. Dan, wat kan ik dan als eerst doen? Kan ik dan als eerst de semantiek van mijn programmeertaal bedenken, zodat ik weet wanneer een correctheidsbewering van mijn programmeertaal waar is? Mm-hmm. Of kan ik als eerst bedenken, nou, wat zou een bewijssysteem zijn? En dan daar de bijbehorende semantiek bij bedenken. Dat is een heel interessant punt inderdaad. Kijk, wij hebben nu... Heb ik het bewijssysteem geïntroduceerd? Ja, wel systematisch. Dat wil zeggen, je gaat niet willekeurig maar wat axioma's en bewijsregels. Je volgt de structuur van je programma. Dat is dus al de systematiek. Je kijkt naar hoe redeneer je over assignments en hoe redeneer je over de diverse manieren van programmaconstructies. Dus dat is al een systematische wijze. Maar er zijn inderdaad ook zelfs wel een hele onderzoekslijn hoe je uit een formele semantiek ook zo'n bijna automatisch een logica kunt destilleren. Waarbij je dus ook automatisch hier de soundness krijgt. Ja. Dus ook waarbij je de axioma's en de bewijsregels gewoon vanzelf uit de semantische definitie van je programmeertaal verkrijgt. Ja, klopt. Ja, en omgekeerd zou je dat natuurlijk ook kunnen voorstellen. Ik geef de bewijsregels. Welke semantiek is er zodanig dat deze bewijsregels daarvoor sound zijn? Ja, dat kan ook. Nou ja, dat deden wij ook al min of meer met die input-output semantiek. Hè? Want dan gaf ik al aan van...
Met input-output relatie, werk met determinisme, maar niet met niet-determinisme. Ja. Dus dan moet je al je semantiek aanpassen, zodanig dat het matcht met je bewijsregels. Ja. Maar dit is dus één meta-overweging. Nou, natuurlijk een hele belangrijke ook, namelijk dat alles wat je afleidt, dat natuurlijk waar is. Ja. Maar zoals we al eerder gezegd hebben, het is niet zo moeilijk om een sound bewijssysteem te ontwerpen. Want een systeem zonder axioma's en bewijsregels is automatisch sound. Maar daar schieten we weinig mee op. Maar dat is een meta-onderwerp. Iets ingewikkelder onderwerp, maar ook wel nog interessanter. Ik wil zeggen, nog interessanter. Dat is de volledigheid. Ja. En dan gaan we dan de volgende borrelsessie overhouden. Ja, ja, ja. Namelijk, ja, je wilt ook het omgekeerde. Ja. Alles wat waar is, kunnen we ook een willekeurige ware correctheidsformule, die dus die waar is volgens een hele semantiek of volgens onze intuïtie, dat maakt nou even niet zoveel uit, maar is dat ook al afleidbaar? Ja. Nou, ga er maar tegenaan staan. Dat zou je natuurlijk wel willen. Of in ieder geval zou je willen hebben van, als dat niet zo is, ja, wat kan ik dan niet afleiden? Ja. Want als je dan... Maar daar gaan we dan de volgende keer verder op in. Dus stel je hebt een onvolledig bewijssysteem, dan weet je, er bestaat een correctheidsbewering, dus een preconditie, ja, programma, postconditie, zodanig dat deze, ook al is hij waar, niet kan worden afgeleid. Dus nooit als een conclusie voorkomt van een bewijs. Ja. Ja. Maar ja, dus dan zitten we wel een beetje in een spagaat, hè? Want of je bewijst dat voor alle ware correctheidsbeweringen er een bewijs bestaat, of je moet dus een tegenvoorbeeld geven. Ja. Ik heb hier een correctheidsbewering, die weet ik, die is waar. En ik weet ook dat ik er geen bewijs voor kan leveren. Ja. Ja, dus, ja. Nou ja, ook hier, omdat het weer zo'n universele bewering is. Ja, je kunt, het zijn oneindig veel, dus je kunt niet alle correctheidsbeweringen bij langs en checken of hij waar is. En als hij waar is, dan ga je maar proberen een bewijs te genereren. Dus ja, dan komen we op een derde aspect, hè? Dat is de beslisbaarheid. Ja. Dus we hebben... Ja, wat inderdaad, ik bedoel, als je probeert een bewijs te genereren, ja, wanneer kun je concluderen, dit gaat me nooit lukken? Dat kan aan jou liggen. Ja. Dit is natuurlijk een mooie, hè? Stel hè, je krijgt een correctheidsbewering. He, bijvoorbeeld op je tentamen, je krijgt een correctheidsbewering. Ja. Nou, dan kan je. Dus, wat als nou de vraag is: bewijst deze correctheidsbewering correct? Of geef een tegenvoorbeeld waarom deze correctheidsbewering niet waar is? Mm-hmm. Ja, dat zouden we kunnen vragen. Dat zouden we kunnen vragen. Ja. Maar nu is de beslisbaarheid van het bewijssysteem, of de beslisbaarheid van de waarheid van deze correctheidsbeweringen, mm-hmm, houdt in dat voor elke correctheidsbewering je altijd ofwel het ene krijgt, een bewijs, ofwel het andere krijgt. Een tegenvoorbeeld waarom de bewering niet waar is. Ja, dat zou dan impliceren dat het beslisbaar is, ja, inderdaad. Dat, ja. Of een formule waar is of niet. Dat is nou. Maar dat zijn allemaal issues, inderdaad. Daar komen we dan de volgende keer weer op gaan we daar op verder op in. Hoe dit ook samenhangt inderdaad met beslisbaarheid. En hoe bewijsbaarheid zelf weer samenhangt met beslisbaarheid van waarheid. Ja. Oké, dat gaan we dan de volgende keer doen. En dan, dus in ieder geval de volgende keer ook nog, misschien nog twee keer gaan we verder met deze meta-dingen. Ik denk nog wel twee keer. Mm-hmm. Misschien drie keer en dan krijgen we deeltentamen, mm-hmm, tweede deeltentamen en dan gaan we verder met het laatste blok recursie naar het tweede deeltentamen.
Ja. De planning van het tweede deel te tamen, dat zullen we de volgende keer wel bekendmaken wanneer dat is. Moet maar even over nadenken. Oké. Ja, want dan hangt het ook even af van de oefeningen en zo natuurlijk. Precies, ja. Ja. Goed, nou. Ik hoop dat jullie... Nou, daar zijn de jullie, hè? Oh ja. Dat je goed duizelig bent geworden van deze meta-overheid. Nou, de saunas, dat zou nog wel te verteren moeten zijn. Maar het is altijd natuurlijk even wennen om over bepaalde dingen te denken dan met bepaalde dingen te werken. Dat zijn natuurlijk twee nogal verschillende mentale attitudes, zo je wilt. Ja. Goed, over en uit. Mooi. Nou, ben benieuwd.